De fractieleider van Groen, Björn Rzoska, zit intussen bij mij. Dag, meneer Rzoska. Goedemiddag. Ja, u besloot uw betoog met een nogal forse uithaal naar de Vlaamse regering. Schuldig verzuim, zei u. Dat zijn wel sterke woorden, hè? Het zijn de woorden die de minister-president in 2016 zelf gebruikte. Op het moment dat hij de Vlaamse klimaattop beëindigde, zei hij: als we niks doen aan die broeikasgasemissies, en dat is ongeveer 2 jaar geleden, dan zou dat schuldig verzuim zijn. En dus ik stel vast dat zeker op vlak van broeikasgasemissies we verre van de doelstellingen zijn. Maar u zei wel, als we niks doen. Ja. Maar goed, een aantal sprekers zet op een rijtje wat er wel allemaal gebeurd is. Ik ga niet die hele lijst overlopen. Maar ik hoor onder meer de minister van Energie zeggen, op vlak van zonnepanelen, windmolens zitten we in de Europese top 3. We zijn niet beschaamd, zei zijn collega Schauvliege. We hebben 1,5 miljard uitgegeven om minder broeikasgassen uit te stoten. In het klimaatfonds zit 440 miljoen. Ja, dat is toch geen schuldig verzuim, want schuldig verzuim was niks doen. En dit is wel heel veel wat gebeurd is. Eigenlijk moet je kijken naar de impact van die maatregelen. Wat betekenen ze op het terrein? En het laatste cijfer dat we weten, 2016, wat betreft de broeikasgasemissies, toont eigenlijk aan dat we niet aan een daling bezig zijn, maar aan een stijging. En dus eigenlijk moet ik vandaag besluiten dat de Vlaamse regering op dat vlak, de maatregelen die ze genomen hebben, nauwelijks impact hebben. We komen wel uit een periode van economische groei natuurlijk. Uiteraard, maar we hebben 0,4% stoten we minder uit dan in 2005. Dat betekent dat we tandjes moeten bijsteken. En ik moet eerlijk zeggen, ik word soms horendol van de combinatie die men dan maakt. Ja, maar economische groei, energie-intensieve bedrijven, we hebben daar geen exclusief op in Vlaanderen. Ook in het buitenland bestaan dergelijke bedrijven. En ik stel alleen maar vast dat men daar veel scherpere ambities op tafel legt. En ik ontmoet zeer veel bedrijfsleiders die mee willen in dat verhaal. Dat zijn ambities, hè? Ik hoor de N-VA wel zeggen, dit is het heeft weinig zin om ambities te formuleren die je niet kan halen. Tuurlijk, maar dit zijn uitstootcijfers op het terrein. Dat is het laatste rapport van mevrouw Schauvliege zelf, die aantoont dat we 0,4% minder zitten. Van waar komt dan die uitdrukking die een paar keer gevallen is afgelopen namiddag? We halen onze tussentijdse doelstellingen. Van waar komt dat dan? Je hebt langs de ene kant de broeikasgasemissies. En wat betreft hernieuwbare energie, maar dat heb ik ook gezegd in het debat, is er een waterkans dat we onze doelstelling in 2020 gaan halen. En ik heb ook daar de credits gegeven voor minister Tommelijn, die hernieuwbare energie opnieuw aantrekkelijk heeft gemaakt. Ja, maar broeikasgassen lopen we te veel achter. Uiteraard, en heeft ook niks te maken met die hernieuwbare energie. Ja. En wat mij dan stoort, is dat deze Vlaamse regering toch in woorden zegt we zijn zeer ambitieus, maar dan wel in Europa nee gaat zeggen op vlak van meer ambitie, energie-efficiëntie, waar iedereen de dag van vandaag mee bezig is. U verwijst naar de stemming van deze week over Europese richtlijnen in dat verband. Nu, dat is een Belgisch standpunt, maar goed, de regio's bepalen mee dat standpunt. Is het u nu al duidelijk wat de Vlaamse stem is geweest? Ja, wat betreft energie en efficiëntie is het mij duidelijk. Daar was de stem nee, want anders kan minister Marghem nooit in Europa nee gaan stemmen. En het is dat mij tegen de borst stuit. We zijn dus nu met 2 landen, België en Tsjechië, die in Europa gaan zeggen, energie-efficiëntie, ambitieuzer, dat zien we niet zitten. Als ik dat vergelijk met de dynamiek, en ik was hier zelf in Brussel zondag, van 70.000 mensen die verwachten dat er nu klimaatbeleid wordt gevoerd, dan moet ik eerlijk zeggen, deze Vlaamse regering heeft het niet begrepen en vandaar schuldig verzuim. Ja, nochtans, de Vlaamse regering, hoor ik haar zeggen, bekijkt dit dossier per dossier en zegt, ja, inderdaad, nu hebben we nee gezegd, maar soms zijn we ook veel strenger, willen we verder gaan. En men verwijst naar de automobielindustrie, de CO2-uitstoot daar. Willen we verder gaan dan Duitsland bijvoorbeeld? We willen verder gaan op het vlak van hernieuwbare energie. Dus daar zijn we wel ambitieuzer. We moeten dit dossier per dossier bekijken en geen algemene conclusies trekken uit één dossier. Ja, maar ook daar, wat betreft automobiel, kijk maar eens naar het aantal elektrische wagens daar rondrijdt. Het aantal wagens op alternatieve brandstoffen, dat is zeer laag, dat blijft zeer laag. Ook daar halen we de doelstelling niet. Hè. Als we de doelstellingen, en dat is gewoon concreet, hè, hoeveel wagens zetten wij de dag van vandaag de weg op binnen die groenere fiscaliteit, dan zitten we nog maar op een paar procenten, terwijl we veel verder hadden moeten staan. En die fiscaliteit is wel aangepast. Hè? Fiscaliteit is aangepast, maar ook daar stellen we vast dat op het terrein de impact, net zoals bij de broeikasgasemissies, dat we daar nog lang niet zijn. Dus ik had gehoopt dat de Vlaamse regering na zondag het duidelijke signaal zou zeggen, we gaan sneller gaan, we gaan een aantal dingen bijsturen, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Goed, deze regering heeft daar ook maar enkele maanden meer de tijd voor. Bedankt voor dit gesprek. Björn Rzoska, blijf bij ons, beste kijkers, want ik praat ook nog met Wim Frederik Schils van Open VLD. Tot zometeen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.